Goedemiddag. We leven in een bizarre tijd. Het is bijna een week geleden dat veel ondernemers de deur van hun bedrijf op slot hebben moeten doen. En in de loop van de week zijn er nog veel meer gevolgd. Was er in het begin van de week nog een soort stilte voor de storm, inmiddels ben ik overstelpt met hulpvragen van ondernemers die zich grote zorgen maken over de toekomst van hun bedrijf. En die zorgen, die begrijp ik maar al te goed. Overigens, veel respect voor alle accountants, fiscalisten en andere adviseurs die met gebruikmaking van de recente regelgeving die de overheid in het leven heeft geroepen, alles in het werk stellen om bedrijven te doen overleven. Maar wanneer al die inspanningen ten spijt je het helemaal fout ziet gaan, het water stijgt je tot aan de lippen en er ligt geen andere uitweg dan het aanvragen van faillissement. Schroom dan niet om mij te bellen. Ik kan niet toveren, maar ik kan wel gebruik maken van de mogelijkheden die de wet biedt. En één belangrijke mogelijkheid is het aanvragen van een zogenaamde surseance van betaling. Wat is een surseance? Dan bepaalt de rechtbank op verzoek van de ondernemer, en de wet zegt nu eenmaal dat dat alleen met tussenkomst van een advocaat kan, dat schuldeisers gedurende een bepaalde periode hun vorderingen niet kunnen opeisen. Dat geeft een bepaalde rust. Je zou kunnen zeggen, alles wordt bevroren, met die verstande dat de onderneming wel kan doordraaien. Het is een erg lastige situatie waarin we met z'n allen zitten, maar de situatie is niet uitzichtloos. En in zo'n geval, zo zegt de wet, kan de surseance worden uitgesproken. De rechtbank bepaalt voor welke termijn en de rechtbank zal een bewindvoerder, die samen met de ondernemer op de winkel moet passen, benoemen. Op die manier wordt het goede, noem het goodwill, bewaard en bestaat er alsnog een mogelijkheid om te overleven. Want, we weten allemaal, het is een lastige situatie, hoe lang die duurt is onzeker, maar we gaan hier uitkomen. Kortom, schroom niet om mij te bellen, dat kost in deze situatie ook zeker niet meteen geld. En voor nu wens ik jullie allemaal veel succes. Blijf gezond en tot ziens.